Ik ben een vriendin kwijtgeraakt door jaloezie. Is dat zo? Van haar vriend. Die is vermoord door de vriend. Jeetje. Waar was dat? In de Bijlmer. Een jaartje of 10 geleden. Ja. En had ze daar al heel lang vast? Nee, ik kon die jongen helemaal niet. Maar ik kon haar en een andere vriend. Haar vriend dacht dat ze een relatie had. We zijn een keertje uitgegaan in Rotterdam met z'n allen. Haar naar huis gebracht. Volgende dag ging ik naar Kwaku toernooi. Ik kan me dat verhaal herinneren nu je dat vertelt. Een vrij bekend verhaal in Amsterdam. Ja. En toen op Kwaku toernooi heb ik een paar metertjes gelopen. En toen werd ik aan alle kanten. Maar jullie waren toch daar gisteren? Was het verhaal niet dat men dacht... Want nu jij dit zegt nu, komt het ineens weer bij me. Was het verhaal niet dat men dacht dat zij een relatie had met jou zelfs? Nee, niet met mij. Maar dat doet er ook niet zoveel toe. Met wie het was. Maar haar vriendje die was heel erg jaloers. En heeft ook daarna een brief geschreven. Heeft zichzelf proberen te vermoorden. Is hem niet gelukt. Die hebben hem nog kunnen redden daarna. Maar dat was een vrij pittig ervaring. En het is gewoon echt een ziekte. Dus het is iets wat als het op een juiste moment nog aangepakt kan worden. Dan is het heel goed.